Als je in de buurt van Leiden rijdt, bijvoorbeeld over de A4 of hierachter, over de A44, dan zie je dat er heel veel aan de weg gewerkt wordt. De provincie Zuid-Holland werkt er namelijk hard aan om de bereikbaarheid in deze regio te verbeteren. En dat doen ze door de aanleg van de Rijnlandroute. En ook dit jaar laat ik je elk kwartaal weer zien wat er komt kijken bij zo'n enorm infrastructureel project. De Rijnlandroute bestaat uit drie delen. De Tjalmaweg bij Valkenburg wordt verbreed en deels verdiept aangelegd. Er komen twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen. Naast de Torenvlietbrug komt een tweede nieuwe brug. Ook het fietspad wordt aangepast en is straks onderdeel van de snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Tussen de A4 en de A44 komt een nieuwe weg, de N434. Deze weg bestaat uit een bijna 2,5 kilometer lange tunnel onder Voorschoten en een verdiepte ligging van ongeveer 1,5 kilometer. De twee tunnelbuizen liggen op zo'n 35 meter diepte en hebben een diameter van maar liefst 11 meter. Voor de aanleg van de nieuwe N434 worden ook delen van de A44 en A4 aangepast en verbreed. En er komen twee nieuwe knooppunten bij. Ook de aansluiting Leiden-West verandert fors. De Europaweg in Leiden wordt ook verbreed. De Lammebrug wordt vervangen door een bredere en hogere brug. En het Lammeschansplein wordt opnieuw ingericht, net als de fietspaden. In eerdere afleveringen besteden we al aandacht aan de nieuwe provinciale weg, de N434. Deze weg verbindt de A4 met de A44 en loopt voor een groot deel onder Voorschoten door. Met een enorme boor is zand weggegraven en in beide richtingen een tunnel van 2,5 kilometer gemaakt. Tunnelbouwers uit heel Europa hebben hier maandenlang ondergronds aan gewerkt. Aan de westkant gaat de tunnel over in deze verdiepte ligging richting de A44. Direct daarnaast ligt de Leidse wijk Stevenshof. De bewoners van de wijk, en vooral de mensen die aan de rand ervan wonen, hebben de bouw van de N434 op de voet kunnen volgen, maar natuurlijk ook de nodige overlast ervaren. Zo ook de familie van Vlodrop. Huub, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Johan. Wat een mooie plek, zeg. Wat een uitzicht. Ja, het is echt heel mooi. Ja. En het is elke dag anders. Ja. Elke dag verandert er wat, de natuur verandert. Maar je ziet daar Den Haag op de achtergrond liggen. Ja. Hé, maar ik dacht echt, want wij komen natuurlijk wel eens aan de overkant, bij die bouwwerkzaamheden. En als je daar staat, lijkt dit verder weg. Ja. Maar, het is maar je hebt hem bijna in je tuin, of op je balkon. Ja, ja. Het is heel dichtbij. Het is echt heel dichtbij. Eigenlijk te dichtbij. Want te dichtbij? Ja, te dichtbij. Want hoe lang wonen jullie hier nu? 12 jaar nu. 12 jaar? Ja. Wat dacht u toen? Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Ja? Ja, echt verschrikkelijk. We zijn hier komen wonen voor de ruimte. Maar niet dat er opeens een snelweg in de polder zou komen. En doordat die natuurlijk heel ver zou komen, wat ze toen zeiden. Nou is dat natuurlijk al enige tijd geleden dat die beslissing genomen is. De weg ligt er nu. Ja. Geen weg terug, nee, zeg je geen dan. Weg terug. Maar hoe is het nu? Want jullie zitten al een paar jaar... In de herrie. In de herrie. Oh, ik wou zeggen, wat prachtig. Je ziet alles wat er gebeurt. Nee. Zo verloopt het hier. Nee. Nee, het was met de bouw, vooral voor dit beginstuk. Hebben we echt ook zomers binnen moeten zitten van de herrie. Kon niet meer met niemand praten. Het was echt giga herrie. En wat maakte dan zo'n herrie? Nou ja, gewoon met die wanden erin trillen. En, die damwanden, tegen het water tegen. En als morgens voor zes kwamen de eerste auto's. En daarvoor natuurlijk zeg maar met de ankers die erin gingen. Ja. En ze gaan er ook. Ja, die in totaal geloof ik, ik geloof 11.000 in totaal, maar niet allemaal hier zo. Maar die moesten ook hier, ik geloof 50, 60 meter diep. En dat, dat wordt ook getrild erin. Ja. Dus op een gegeven moment, als het een beetje tegen zat, dan was het niet te hard. Nee, vanmorgen ook. Het is jammer dat jullie wat later zijn. Want er kwam er een heftruck en die ging even platen verplaatsen met een vreselijke herrie. Ik zat rechtop in mijn bed om 7:15 vanmorgen. Ja, maar zo vroeg al. Ja. Maar dan denk je toch, van kan niet even een paar uurtjes later? Ja. Kun je nog even lekker uitslaan? Nou ja, en die brug was niet in orde. Die is al een paar keer toen gemaakt. Oh, voor het verkeer? Voor die platen, werkverkeer? Ja, die platen lagen allemaal los. Nou, en dan kwamen ze aan en dan was het doep, 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 doep. Zo, 's morgens vroeg, hè, om 6:00. En toen zeiden we, oh nee joh, waar zijn we aan begonnen hier? Maar ja, weet je, nu ligt het er en...
Nou ja, je ziet het stil nu. Ja, het is vandaag bijna niks. Nee. Maar we hebben natuurlijk ook een paar heerlijke zomers achter de rug. Ja. Hoe was dat voor jullie dan? Dan kon je nog wel buiten zitten. Nee, absoluut niet. Oh, nee, absoluut niet zelfs. Nee, nee, nee. Oh, je kijkt meteen heel schoon. Nee, het was absoluut niet. Nee? Nee, het was niet leuk. Nee, je ging gewoon vanwege de herrie ging je gewoon naar binnen. Want je kon, als we samen buiten zaten, we konden niet met elkaar praten. Zoveel herrie, ja, want je denkt van, nou, er wordt wat beton, maar dit is echt ja, de hele dag machines die allemaal aan het heien zijn en aan het graven. Ja, ja, en dat was en met name die dambanden natuurlijk en die ankers die erin gingen, dat was echt verschrikkelijk veel lawaai. Ja. Ja. Maar Huub, wat ik dan ook wel denk, dat ik denk van, ja, zit niet zo te zeiken, moet je kijken wat een uitzicht je hebt. Nee, maar we zitten ook niet te zeiken. Maar ik snap, je. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zitten op een fletje tegen een blinde muur aan te kijken. Ja. En dan moet je zien wat een uitzicht, ja. En het is nog verdiept aangelegd ook. Dus uiteindelijk straks komen de plantjes voor, dan zie je het bijna niet. Nee, en het voordeel is, er komt ook geen flatgebouw voor. Nee, ja, daar is geen plek meer voor. Nee. Maar zou je niet een keer erin willen? Natuurlijk willen we erin. Ja, toch? Natuurlijk willen we erin. Ja. Maar ja, ja dat je net dat je daar niet overheen mag lopen, dus we kunnen er niet door. Je kunt er niet door. Nee. Wij gaan straks met z'n drieën onder de A44 staan, bij het nieuwe knooppunt. Ja. Ik mag jullie meenemen daar naartoe. Oh, wat leuk. En we gaan ook met z'n drieën door de verdiepte ligging lopen naar de boortunnel, waar jullie ook in mogen kijken. Kijk eens al. Hoe vind je die? Ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik helemaal super. Ja. Dat is leuk, hè? Ja, dat is heel leuk. Dat is helemaal super. Ja. 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 Echt een verrassing. Dan word je dan toch weer blij. Dan word je een beetje blij van. Straks neem ik deze familie mee het bouwterrein op. Oh, jeetje. Wat is dit groot, joh. Intussen wordt er ook gewerkt aan de A44. Hier wordt de weg verbreed van 2x2 naar 2x4 rijstroken en dat betekent dat ook de brug over de Oude Rijn zal worden verbreed. Dat heeft gevolgen voor deze afslag, Leiden-Zuid. Die zal later dit jaar verdwijnen. Dat betekent dat je, als je vanuit Den Haag over de A44 rijdt en je wilt naar Leiden-Zuid, je in de toekomst iets verderop de volgende afrit moet nemen, hier bij Leiden-West. Voor die verbreding van de A44 moeten nieuwe viaducten worden gebouwd. Onlangs zijn de oude viaducten van de A44 gesloopt met speciale betonscharen. Op dit moment worden er ter plekke betonnen kolommen gemaakt waar de nieuwe viaducten op komen te liggen. Hey Robert, nou zit ik even te kijken, hè. Dit is dan al de nieuwe A44. Dat klopt, een deel van de nieuwe A44. We hebben dit viaduct naast de oude A44 gebouwd. Ja, want die lag daar. Die lag daar. Toen hebben we het verkeer over de nieuwe gelegd. Ja. En we zijn, daarna hebben we het viaduct gesloopt. Dat hebben we vorige aflevering gedaan. Vorige aflevering heb je gesloopt. En nu zijn we al het nieuwe viaduct, het tweede deel, zijn we ook aan het bouwen. En vandaag zijn we een betonstort aan het doen van de middenpijler. Maar betonstort, dat betekent dus dat je het ter plekke stort. Ja, dat klopt. Oh, ik dacht, want die pilaren, zeg maar, of die kolommen waar die weg op rust, ik dacht, die komen gewoon rechtstreeks uit de fabriek. Want dat maken ze daar, dat breng je hierheen en dan staat die er toch? Dat had ook gekund. Alleen hier hebben we ervoor gekozen om het ter plekke te gaan maken. Eigenlijk heeft dat twee redenen. Je zou het kunnen prefabben, maar zoals je ziet is het een hele grote, zware constructie. Ja. Prefabben kan goedkoper zijn, maar door het transport, maar ook de afsluitingen die je nodig hebt en de zware kraan om het te monteren, heeft dat te veel invloed op de weg. Oh. Door het ter plekke te storten, kunnen we in kleinere onderdeeltjes het doen en kan de weggebruiker er eigenlijk veel minder last van. Maar het is toch helemaal niet zo erg om een weg even af te sluiten? Dat is toch maar kort? Dan komt er zo'n wagen aan met zo'n ding, die zet je neer en dan daar, ja, na een halve dag kan het verkeer weer rijden. Op zich is dat niet erg, alleen we hebben het werk ook aangenomen waarin we beloftes hebben gedaan dat we zo min mogelijk overlast doen. Dus we hebben van tevoren een plan bedacht waarmee we ook de weggebruikers zoveel mogelijk doorgang kunnen geven. Oh, ik dacht bij aanbestedingen gaat het vooral om wie is de goedkoopste en wie is de snelste. Maar er komen dus ook dit soort dingen bij kijken. Absoluut. Dus als aannemer bedenk je ook oplossingen waardoor de provincie denkt, oh, dat is ook weer een voordeel. Ja. Oh joh. Is het ook makkelijker? Of zou je diep van binnen denken, nou, eigenlijk is het gewoon makkelijker om gewoon zo'n ding te laten komen en neer te plempen en dan ben je klaar.
Dit is het vak waarvoor we het doen. Oh ja? Ja, ja. Gaat je hart dan sneller kloppen? Ja? Betonkoorts. Ja, ja, serieus? Zo noemen ze dat. Ja. Okay. Op een kleine oppervlakte vinden hier veel grote werkzaamheden plaats. Zo wordt 30 meter verderop langs de N206 gewerkt aan een fietstunnel die onder de snelweg A44 door komt te lopen. Deze tunnel is straks onderdeel van de snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Intussen rijden de betonwagens af en aan om de pijlers van het nieuwe viaduct te kunnen storten. Oh, kijk, hier kun je alles zien. Ja, dit wordt de nieuwe A44. Oh ja, oh, en hier ligt dus al het nieuwe deel en hier komt dan het volgende nieuwe deel. Hier kijk je tegen de achterkant van het landhoofd. Dat en wat is een landhoofd? Dat is de fundatie van de nieuwe, viaduct. Die hebben we onlangs gestort. Daar gaan we nu de bekistingen van afhalen. Dit vullen we helemaal op met zand. Op het landhoofd en de pijler leggen we dadelijk de liggers. Asfalt eroverheen. Even een nieuwe snelweg. En je hebt een nieuwe snelweg. Oh, hier omhoog? Hier kunnen we omhoog. Mag ik? Jazeker. Maar ik voel me nou al echt een bouwvakker. Heel fijn. Gaan we nou een echte vent van je maken? Nou, daar heb je heel wat voor nodig. Hey Jacek. Hoi. Ik noem jullie die bekisting dan, hè? Dit is de bekisting. Die hebben we helemaal gezet. Daarbinnen zie je heel de wapening. Dat is echt de verstijving van de kolom. Oh joh, dus in dat beton zit zoveel staal. Ja. Dadelijk gaan we hier natuurlijk die liggers opleggen. Dus dat moet wel stevig genoeg zijn. Maar wat ik me dan afvraag, je hebt nu zo'n kist gemaakt, daar komt dat beton in. Maar blijft dat beton dan niet aan die kist plakken? Want die kist moet er toch weer af? Het zijn speciale platen die we erop hebben gezet. Hebben we een beetje olie op gedaan. Oh ja? Ja, zeker. Zit je met zo'n kwastje, zit je dat in de olie? Ja? Met een wisser. We storten de beton en als de beton hard wordt en uitgehard is, kun je de bekisting ervan afhalen. En dan zie je er niks meer van. Nu zijn ze de beton aan het volstorten. Dus het komt via de slang omhoog. De mannen die vullen hem in laagjes. En die jongens hierachter, ja, die zijn met krulwaalden bezig om die laagjes te verdichten, zodat het lucht uit het beton wordt gehaald. Mag ik even? Jazeker. Goed vasthouden, hè? De kolommen zijn zo'n 4 meter hoog en zitten dus vol met stalen wapening. Daaronder zitten nog fundatieblokken van 2 meter dik en dit alles rust op heipalen die 25 meter diep de grond ingaan. Ook wordt voor deze middenpijlers een speciaal betonmengsel gebruikt, dat sterk genoeg is om een nieuwe snelweg te dragen en ook tegen invloeden van buitenaf bestand is. Zoals bijvoorbeeld de grote hoeveelheid strooizout die in de winter op de aanliggende weg terechtkomt. Wel goed te mikken, hè? Goed erin. Ah ja. Hoeveel liter beton gaat er nou in deze kolom? Ongeveer 120 kuub. 120.000 liter. Moet je dat zien staan met z'n allen? Kijk dan. Denk ik. Ga eens wat doen, joh. En jij pakt al het werk van ze af. Wacht even. Kun jij even die slang optillen? Want ik kom daarheen. Ja. Maak er eens een hoekje van. Wat? Wat? Je ziet dat die vloeit, hè? Dus ik kan redelijk hem hier vullen. Nu maak je al die wapen. Het is heel warm. Het is heel warm. Maar die wapen wordt die daar al hard. Joh, doe het lekker zelf als je het zo goed weet. Zeker. Ik sta hier hartstikke hard te werken. Maak je gek. Voorzichtig.
Tof dit. Leuk hè? Maar het leuke is, je ziet hier die vorm, hè? Zo, dat bovenste ding is helemaal vol. En dan die pilaren, eigenlijk hetzelfde als die kolom hier. Exact hetzelfde. En dat hebben wij net volgestort. Ja. En straks rijden overheen, onderdoor. Nou, ik vind dit dus echt te gek om te doen, hè? Maar het is voor mij nieuw. En ik denk opeens, wauw, dit... Dank je. Oh, er wordt namelijk gefloten, hoor, je dat? Ja, ja. Doe deze vriend. Nee, weet je, dit voor mij is nieuw en denk, oh, dit is echt super tof. Is dit voor jou nog super tof? Dit is toch schitterend mooi. Je staat in een omgeving waar je iets groots moet bouwen, op hele kleine plekjes, en het lukt nog ook. Terug naar de familie van Flowdrop. De afgelopen jaren heeft de aanleg van de verdiepte ligging van de N434 voor heel wat overlast gezorgd. Maar vandaag mogen Huub en Lidie als verrassing zelf een kijkje nemen op het normaal niet toegankelijke bouwterrein van de Rijnlandroute. Nou, Lidie en Huub. Ja. Mooi, hè? Daar staan jullie dan. Ja, daar staan we nou. Geweldig. In de bak. In de bak. Waar je altijd zo schuin overheen kijkt. Nou, hoe vind daar je het? Daar overheen fiets. Ja, wat is je eerste indruk? Ja, groot. Ja. Ja, mega. Heel wijd allemaal zo. Maar je hebt geen idee nu je hierin staat, als je daar boven bent, dat het zo groot is. Nou, Carlijn is erbij. Carlijn is van de aannemer die dit deel van de Rijnlandroute aanlegt. Dat doet ze niet alleen, dat doen heel veel mensen die natuurlijk voor de aannemer werken. Maar wij gaan zo meteen richting de boortunnel lopen. Alles wat je tegenkomt, waar je vragen over hebt, daar weet Carlijn antwoord op. Zo, wat zijn ze hier aan het doen? Het is allemaal handwerk. Ja, nou wat jullie hier eigenlijk zien, dat zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van de middenberm. Oh joh, maar ik dacht dat die middenberm altijd gewoon een stuk gras was met een vangrail erin. Nou ja, daar zit wel wat onder natuurlijk. Oh. Een stukje betonwerk nog. Dus dit is dan met de kisting. En daar komt nog van alles overheen. Hé, maar die meneer die is toch al behoorlijk op leeftijd? Ja, ja. Jij ook hoor, Lidie. Wat wil ik zeggen? Maar ik hoef hier niet meer te werken. Ja, dat is waar, ja. Je bent gepensioneerd. Ja. Maar dat is wel een goede vraag op zich. Ja. Wat kan ik zeggen? We hebben een heel divers pluimage aan medewerkers, eerlijk gezegd. Dus van alle leeftijden, maar ook uit heel veel verschillende landen. En wat is dit? Dit? Carlijn, wat is dit? Dit is een nooduitgang, dus als er wat gebeurt terwijl je rijdt in de verdiepte ligging en er moet geëvacueerd worden, dan kan dat via deze uitgang. Oh, nou. Okay. Oh, jeetje, wat is dit groot, joh. Je krijgt hier gewoon een klein hokje met een trapje of zo. Ja, maar dit is gewoon heel goed geregeld, want als je dan pech krijgt, hebben ze hier twee kamers. Je moet het soort zien als een soort bed and breakfast. Dan is hier slaap je en daar is dan een buffetje. Want als je s'avonds pech krijgt en je kan niet meer naar huis, Lidie. Ja, dan heb ik een probleem. Dan moet je iets. Ja, heb ik een probleem, maar kan dat douchen gratis? Je kan. Yeah, we lopen in de tunnel. Yeah. Dit is echt mooi. Ja, geweldig. Ja, super. Ja, vind je het mooi? Ja, ik vind het echt helemaal... Heel mooi. Echt genieten om hier te lopen. Hier is wat is geweest. Dat dan? Ja, een heel raar gevoel. Omdat je hier nu staat. Je kijkt altijd van bovenaf en nu sta je erin. Ja, je hebt geen idee wat het is. Je hebt heel veel herrie van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ja, en dan denk je, wat doen ze? Dit maakt het weer goed. En wat doet het met jou, Huub? Het is een heel bijzonder gevoel dat je hier dan mag staan. Waar eigenlijk niemand meer mag komen. Als bewoner. Ja. Toen je het vanmorgen zei dat we mee mochten, was al... Dat was al feest. Wow. Ja. Ja, was al zo leuk. Ja. Ja. Ja, echt. Hier en nou sta je hier. Ja. Zo, kijk op de oude. Jeetje. Onvoorstelbaar. Geweldig, hè? Dit is mooi, hè? Zo mooi. Het is ook net of je op een andere planeet zit nu. Ja, hè? Ja, dat gevoel, dat is het. Ja, dit is natuurlijk een werkelijkheid waar je normaal nooit in begeeft. Nee. En aan die kant snap ik dat dit een weg is. Ja. En dan kijk je naar die kant en dan denk ik... Hoe gaan we dit? Hier in godsnaam doorheen rijden, denk je? Wat is dit? Ja. Ongelooflijk. Ja. Het is heel bijzonder dat wij dat nog mee mogen maken. Ja, echt bijzonder, hè? Ja. Heel fijn. Wil je meer informatie over het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland of eerdere afleveringen van de Rijnlandroute terugkijken? Kijk dan op omroepwest.nl/Rijnlandroute.